Na de aankondiging enkele maanden geleden kan de rehabilitatie van het Saramacca-kanaal eindelijk beginnen. Vandaag is hiervoor een contract ondertekend tussen het ministerie van Openbare Werken en het bedrijf International Infra NV. Projectcoördinator Saramacca-kanaal Unit Cheryl Margaret geeft aan dat het dichtbegroeide kanaal zal worden opgeschoond en de bruggen langs deze waterweg zullen worden aangepakt. Het is een vrij omvangproject die een grote impact gaat hebben op de drainagegebeuren in Groot Paramaribo. Wat cijfers over dit project. Het is een project in samenwerking met het ministerie van Financiën, de Wereldbank en het ministerie van Openbare Werken. Het contract is getekend. Het gaat om een loonagreement op 11 april 2019, in het jaar 2019. En de einddatum voor dit project tot zover is 31 december volgend jaar 2024. Het totaalbedrag gefinancierd in feite geleend is 35 miljoen in samenwerking met, zoals ik zei, ministerie Financiën en de overheid van Suriname. De grootste ontwikkelingsdoelstelling van dit project is het verminderen van het overstromingsrisico voor de bevolking, zoals zeg, in Groot Paramaribo, de eigendommen die we moeten beschermen, en het verbeteren van de werking van het Saramacca-kanaalsysteem. Er is ongeveer $35 miljoen uitgetrokken voor de financiering van het project via de Wereldbank. Vishnu Kalu, projectmanager International Infra NV, die de werkzaamheden zal uitvoeren, zegt dat alle vegetatie uit het water zal worden verwijderd. The removal of the weed and the side channels and the slope rehabilitation is very important for us as contractor of this project. This is a picture of the sluice at Saramacca Doorsteek. You can see the vegetation. It will be very challenging because there is a lack of maintenance, and we will, this is at the Kameelbrug, we will get removed of all the vegetation. The vegetation in the side channels will be cleared at max 50 meters, and we will pile all the vegetation and dewater all the vegetation from the with excavation from a pontoon, and that will be temporarily processed on both ends of the channel. This is another picture at Kameelbrug. Er zullen pontons, graafmachines, trucks en andere machines worden ingezet op verschillende plekken langs het kanaal. De mobilisatie om de werkzaamheden te starten begint morgen. De rehabilitatiewerkzaamheden zullen ongeveer 6 maanden duren.